Bewoners uit Vinkhuizen hebben gistermiddag aan directeur Pieter Bregman van woningcorporatie Nijstee een zwart boek overhandigd. Met daarin voorbeelden van schimmels in hun woningen. De SP is aan een aantal jaren bezig om met bewoners te inventariseren hoe erg de schimmelproblematiek in de wijken is. Het komt voor bij alle woningcorporaties, met name in Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel. Directeur Pieter Bregman is blij met het zwart boek. Ik vind het erg prettig dat die mensen dat gedaan hebben. In de stad is best wel wat te doen over schimmelproblematiek in huizen. Nou, eigenlijk is er uit al onze systemen daar niet zoveel over bekend. Dus we hebben ook gevraagd aan degene die zich daarmee bezighouden, kom met voorbeelden, kom met adressen. Nou, deze mensen komen met voorbeelden, met adressen. Dus dat is gewoon supergoed dat ze dat doen. Daar zijn we blij mee. Je ziet dat Nijstee wel echt iets met de klachten wil gaan doen nu. Maar het toont ook de noodzaak aan dat er echt grootschalige renovatieplannen moeten komen in Paddepoel, Selwerd en in dit geval ook specifiek in Vinkhuizen. Omdat de nood heel hoog is en mensen echt met schimmelvocht en tocht zitten. Volgens Bregman weten de woningcorporaties vaak niet hoe het gesteld is met de schimmels in hun woningen. En mensen zeggen ook van ja, we bellen niet altijd, we zijn ook moe van. We hebben het gevoel dat we soms ook met een kluitje in het riet gestuurd worden en dat soort dingen. Dus het is heel goed dat nu in de stad, maar in het groot onderzocht wordt, van hoe groot die problemen nu eigenlijk zijn. Want dat is eigenlijk nog steeds mij niet helder. Ze weten het donders goed wat er aan de hand is, maar mensen worden op duur ook moe om te bellen, omdat je met hetzelfde verhaaltje krijgt. Je moet ventileren, je moet stoken, je moet schoonmaken en je wordt gewoon van een kastje naar de muur gestuurd. Ze pakken de oorzaak niet aan. Je krijgt een schimmelverfje en dat zit. Is Nijstee nou onwillig? Voor mij wel. Ze pakken de oorzaak niet aan. En ik heb vaak genoeg geklaagd. Ik heb weinig vertrouwen in die zin in Nijstee. Want Nijstee die willen natuurlijk een beetje makkelijk voor wegkomen. En het moet niet zo zijn dat ze beginnen willen proberen alles een beetje te lappen en te doen. Want daar gaan wij niet meer mee akkoord. Wij zijn er hier helemaal klaar mee. Dit is al jaren aan de gang en Nijstee komt ook wel en ze doen wel wat. Maar het is nooit niet afdoende dat wij zeggen, nu zijn we tevreden. Waardoor wij nu actie hebben ondernomen om Nijstee tot zover te krijgen. Of om de woningen goed te isoleren. Of slopen. Maar ja, wij hebben liever natuurlijk geen slopen. Ik woon er op zich prima. Alleen, ja, de huizen moeten natuurlijk wel zo zijn hoe het behoort. Ja, je ziet dat huurders ook murggeslagen zijn. Dat ze op een gegeven moment het idee hebben van, ja, heeft het nog wel zin om klachten te doen? Want deze huurders uit Vinkhuizen bijvoorbeeld zitten al meer dan 10 jaar met klachten. Zij klagen vaak ook, zij belden de woningbouwcoöperatie ook vaak. Als de woningbouwcoöperaties het niet weten, dan helpt de SP graag een handje. En daarom roepen wij huurders ook altijd op om zich bij ons te melden als ze problemen hebben. En als de coöperatie er niks aan wil doen, want dan kunnen wij samen met hen dat probleem oplossen. Volgens Bregman gaat de corporatie best wel vaak de wijk in. Ik denk dat wij best de wijk in zijn. Hè. Ik bedoel, in die wijken lopen ook mensen van ons rond. We hebben daar ook vergaderingen met mensen. We halen huurders bij elkaar. We komen natuurlijk ook daarvoor reparaties. We komen daarvoor verhuizingen. Dus wij zijn best in die wijken aanwezig en aanspreekbaar. Wat wij niet doen natuurlijk is, zoals de SP, is deurtje bellen en dan mensen vragen van, heeft u ook last van schimmel, zeg maar. Maar die lijntjes zijn in principe kort. Wij komen in alle onze wijken. Jimmy Dijk verwacht ook actie van de gemeenteraad. Dat er nu actieplannen moeten komen om echte renovatieplannen die de schimmel gaan bestrijden in verschillende woonwijken in de stad. In eerste instantie in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Maar bij de SP komen er ook klachten uit de Weijert, Bijum en Leeuwenborg binnen. Ook uit Hoogkerk komen veel klachten van schimmel, vocht, tocht en kou. Maar laten we eerst beginnen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Daar moeten de gemeente en de coöperaties echt renovatieplannen gaan maken.